is niet van harte. Want na heel veel interpellaties, tussenkomsten, acties van Groen rond de veiligheid van hangar 1, is er nu dus weer een incident. In het verleden heeft collega Sophie Kloet al heel vaak geïnterpelleerd en tussengekomen. Ik heb dat zelf ook gedaan in augustus van vorig jaar. Ik denk dat dat zelfs mijn eerste interpellatie was, of misschien de tweede, maar het was al sinds mijn eerste gemeenteraad. In dat dossier hebben wij toen onze bezorgdheid geuit over het geldende brandpreventieverslag, het toenmalige brandpreventieverslag. Daar stonden heel wat werkpunten in, heel wat zaken die moesten aangepakt worden. En dat brandpreventieverslag ging eigenlijk over een verkorte termijn, omdat de brandweer aangegeven had van als aan die punten niet voldaan wordt, dan kan er geen gunstig advies worden verleend. Ik stelde toen de vraag aan Schepende Blauwe of de jeugd nog een vuifzaal zou hebben na 5 februari. Dat was de einddatum van het verslag. En ik denk dat Schepende Blauwe antwoordde toen zeer scherpzinnig ja. Dat was het antwoord, denk ik. Want nu, het is duidelijk dat hij toen wel vergeten is erbij te zeggen dat het ten koste zou gaan van de veiligheid. Want het nieuwe advies wat betreft hangar 1 door de brandweer geformuleerd en dat tot op heden geldt, is over de ganse lijn ongunstig. Dus als we het in het Nederlands willen zeggen, de brandweer heeft het gewoon afgekeurd. Dat betekent dus dat er ernstige veiligheidsrisico's zijn verbonden aan het organiseren van vuiven op die locatie. Het gaat om nooduitgangen die onvoldoende beveiligd zijn of vrij te maken, een deur die zelfs helemaal niet open kan of niet helemaal open kan, elektrische installatie die gevaarlijk gepositioneerd is, die toegankelijk is voor het publiek. Dat stond ook al in het vorige verslag trouwens. We hebben weet van minstens 2 vuiven die er nog zijn doorgegaan sinds februari, dus sinds er geen gunstig advies meer is. En wij vinden dat eigenlijk schandalig. We vinden dat spelen met levens, we vinden dat onnodig risico's nemen. Het is absoluut onverantwoord om als stadsbestuur geen conclusies te trekken uit zo'n verslag en geen alternatieve locatie ter beschikking te stellen. We vinden opnieuw, en ik heb het daarnet ook al gezegd, dat deze coalitie dan aantoont hoe zij staat ten opzichte van Oostense jongeren. Er is gewoon geen respect. Het aantal locaties in de stad waar jongeren vuiven kunnen organiseren slinkt zinderogen. En nu hangar 1 ook officieel geen gunstig brandpreventieverslag meer kan voorleggen, vragen wij ons af wat het plan is. De Élysée is te klein voor grote manifestaties. Duin en Zee en het Bosjonk zijn al lang geleden geschrapt van de lijst. Dus wij vragen ons af waar de jeugd nog terecht kan. Groen wil een doorgedreven visie op jongerenbeleid. Ik herhaal mezelf, we hebben het daarnet ook al gezegd, maar zonder aandacht voor de noden van jonge mensen zet men steeds meer stappen naar een algehele vergrijzing van de stad. En ik denk niet dat dat hetgene is wat wij willen. Groen alvast niet. Dat sleept eigenlijk al veel te lang aan. En we hebben zoveel geëngageerde jongeren in Oostende, zoveel jeugdbewegingen, jeugdverenigingen, jongeren die zich inzetten om van de stad een leuke plek te maken. En het bestuur laat de jongeren gewoon in de steek. We eisen vandaag dan ook duidelijke garanties van het stadsbestuur dat jullie het menen met het jeugdbeleid en willen concrete antwoorden op volgende vragen. In eerste instantie, wat zijn de toekomstplannen van de stad met hangar 1? Wordt het plan behouden in het patrimonium van de stad of wordt dat ook verkocht, net als zoveel andere gebouwen? Zal de stad de hoge kosten voor de nodige renovatie dragen als ze het behouden, het pand? Zijn er plannen wat betreft het opdrijven van het aantal laagdrempelige vuiflocaties voor jongeren in de stad? Is er een doelstelling voor opgesteld? Is er een beeld van de reële noden aan dergelijke vuifzalen? Is er een alternatieve locatie verbonden of voorhanden om na dit ongunstig advies vuiven toch nog veilig te kunnen laten doorgaan? Want wij denken toch dat dit echt geen optie meer is om jongeren daar dingen te laten organiseren op dit moment. En is er een beleid betreffende het faciliteren van evenementen voor en door jongeren, jeugdbewegingen, verenigingen, de jeugdraad enzovoort? Dat zijn vragen die wij ons stellen. Daarnaast wil ik ook nog meegeven dat het verslag bemachtigen toch geen evidentie was. Ik heb de eerste keer een vraag gesteld op de raadscommissie van januari. De schepen beloofden mij om mij dat verslag te bezorgen. Ik heb niets ontvangen, dan heb ik een schriftelijke vraag gesteld in februari. In maart kreeg ik het antwoord op de schriftelijke vraag, namelijk dat ik mijn vraag mocht stellen aan de brandweer.
Dat heb ik ook gedaan. Ik heb gebeld, gemaild naar de brandweer. Vooraleer ik de juiste persoon te pakken had, was dat niet zo evident, want die mensen doen heel nuttig ander werk en zijn niet altijd aanwezig. Uiteindelijk is dat ook gelukt, waarna ik de boodschap kreeg, nadat zij intern overlegd hadden, dat ik mij moest richten tot het stadsbestuur. Nu, het misverstand is eigenlijk daarna wel uitgeklaard. Ik heb het verslag in handen gekregen, maar ik vind dat eigenlijk geen werk. Ik vind dat zo'n verslag gewoon op eenvoudige vraag moet kunnen voorgelegd worden. Ik vind dat openbaarheid van bestuur. En ik was daar eigenlijk eerlijk gezegd wel een stuk door aangedaan. Dus, voilà, dat was het voor mij. Ja, dank u. Misschien zal ik eerst antwoorden op de opmerkingen of de antwoorden van de burgemeester. U zegt mij van als er iets moet gevraagd worden aan de brandweer, dan moet dat rechtstreeks aan u. Ik heb dat gevraagd aan de schepen. Ik was onwetend daarin, maar ik vermoedde dat er toch wel communicatie was binnen het bestuur. Maar we weten dat nu ook weer. Aan de andere kant hoor ik u ook zeggen van als er een veiligheidsprobleem is met hangar 1, dan verbieden we gewoon alle fuiven. En ik hoor het u graag zeggen, want eigenlijk is dat hetgeen wat u zou moeten doen, maar dan niet zonder een alternatief voor te stellen. Ik denk dat het de taak van het stadsbestuur is om fuiflocaties vrij te houden en voor te behouden voor jongeren. En dat ook te maken dat dat mogelijk is. Dus dat, dat jongeren dingen kunnen organiseren in een veilige omgeving. Dus ik hoor het u graag zeggen van we gaan dat verbieden. Geen probleem. Dat is uw verantwoordelijkheid, denk ik ook. Maar dan vragen wij echt wel om een alternatief voor de jeugd. En de Élysée is onvoldoende. Zoals de schepen ook aangeeft, dat is te klein voor grote evenementen. Vandaar dat wij ook echt wel de nood willen aankaarten aan een grotere vijfzaal. Daarnaast hoor ik ook dat u zegt van er worden onderzoeken gevoerd op dit moment rond de hangar om bijvoorbeeld daar met die maritieme of toeristische attractie te gaan plaatsnemen. Ik verneem uit goede bron dat op provincieniveau de haalbaarheidsstudie rond die maritieme attractie op een sisser is uitgedraaid. Ik denk dat ik mij tot u mag richten, meneer de burgemeester, om dan misschien onrechtstreeks de vraag toch aan collega De Blok te vragen hoe dat daar precies mee zit. Ik denk dat, dat daar toch ook zeer tegenstrijdige boodschappen over worden gegeven, als het gaat om die toeristische attractie. Dus misschien kunnen wij het licht in de duisternis vanavond ervaren. Daarnaast ook toch nog de vraag of jullie echt het verslag van de brandweer niet kregen, of je daar zelf moet om vragen om dat brandpreventieverslag. In augustus heb ik Schepen de Blauwe ook al aangegeven van dat verslag loopt maar 6 maanden meer. En ik hoor van ja, moest er een probleem zijn, de brandweer zou ons verwittigen. Ik zou verwachten dat u misschien zelf initiatief neemt als een verslag afloopt, of de administratie dan, u kunt niet alles bijhouden, om dat toch na te kijken of dat, dat opgevolgd is. En dan ben ik zeer verwonderd om te horen dat u een positief of een gunstig advies heeft van de brandweer, want ik heb hier in mijn handen een ongunstig advies. Ik heb het 2 maal nagevraagd, het is wel degelijk het laatste geldende brandpreventieverslag. Dus ik ben zeer benieuwd en we kunnen straks eens keuvelen en onze verslagen vergelijken en kijken waar de fout zit. Dus ja, voilà. Dank u wel.